de hoek in Maassluis zijn leerlingen aan het oefenen voor de schoolmusical. We gaan weer oefenen voor de musical. Hebben jullie er zin in? Ja! Ja! Het oefenen voor de schoolmusical ging zo slecht dat de meester alle leerlingen naar huis stuurde. Tot morgen! Tot morgen! Doei! Moet je ook eens doen dan? Meester, kom! Oh nee! Hij is gevallen. Schattig. Wat is er gebeurd? Hij is gevallen. Kom maar. De meester zorgde goed voor de leerling. De andere leerlingen waren op weg naar huis. En kwamen de nieuwe buurtbewoners tegen die net bezig waren met verhuizen. Snel! Die mensen hebben het nog nooit gezien. Ben je apart hoor? Ah, zingen, dat meen je toch niet? Ja. Maar je kan naar school. Oh, wat erg! Die kinderen mogen niet naar school! Hoorde jij dat ook? Ja. Wat krijgen we nou? Wat doen jullie hier nou? We vinden het heel erg dat jullie niet naar school mogen. Wij mogen wel naar school. En dat is super leuk en leerzaam. Het lijkt mij ook heel leuk om naar school te gaan, maar het mag niet van onze ouders. Ja, wij moeten muziek maken en zingen. En gitaar spelen. We kunnen een plan bedenken. Wat dan? Nou, ik heb wel een idee. Ja, kom maar mee. Maar zullen we die dozen dan maar laten staan? Ja, boeien. Waren dat de laatste spullen? Volgens mij wel. Oh, sterk staan op dozen. Waar zullen onze kinderen toch zijn? Denk op een kamer. De leerlingen namen de kinderen mee en ze bedachten samen een plan. Zullen we het tafel opvragen? Ja, goed idee. Lijkt me handig. Hier. Daarbij vroegen ze hulp aan de rest van de klas. Hoi jongens, willen jullie ons helpen? We hebben drie kinderen. Ja, er kwamen net drie kinderen aan in de auto en die komen hier wonen. Alleen ze mogen nu naar school. Hé, ik werd net gebeld door Tessa. Ze hebben hulp nodig. Helpen jullie ook? Hoi, ik werd net gebeld door Jolijn. Ze hebben hulp nodig. Helpen jullie ook? Oké, doei. Samen gingen alle leerlingen met de drie kinderen op weg naar de geheime plek in de school. Op de geheime plek kregen de leerlingen van de drie kinderen zang, dans en muziekles. Die talenten konden ze wel gebruiken bij een musical. Dit, dus je moet zeg maar Jan zo bewegen en dan zeg maar zo springen. Zo. Ja. En daarna doen we zeg maar deze zo. Speel maar eens. Dat gaat al een stuk beter. Naar jou. Zo, speel eens. Coca-Cola, Coca-Cola Light. Coca-Cola, Coca-Cola Light. Heel even wachten. Hey, even wachten. Ik denk dat we een probleem hebben. Hoezo dan? Nou, ik denk niet dat onze ouders willen dat wij hier mee gaan doen aan de schoolmusical. Oh ja, inderdaad. Maar dat is toch eigenlijk niet erg, want in een musical zit het toch ook zang, dans en muziek. Dus dat is toch niet erg eigenlijk?
Dat is wel waar. Ja. 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 Jongens, ik heb een idee. Klein Charlotte, Hugo, kom mee. De leerlingen hadden een heel slim plan. De poster voor de musical veranderden ze in een zogenaamd poster voor een chic concert. Dat sprak de ouders van de kinderen wel aan. Van een chic concert voor deftige mensen. Maar het is wel op die school daar. Nou, een chic concert. Daar zeg ik geen nee tegen. Nou, misschien heb je gelijk. Later die avond. Kijk, onze kinderen staan er ook. Oh ja, ze genieten er wel echt van. Ja, en ze zijn ook de beste. Ja, dat zijn ze zeker. Ja, dat hebben wij ze geleerd. Ja. Ja. Nou, ik had niet verwacht dat ze dat hier leerden. Ja, dat is wel goed. Ja, ze doen het wel heel goed. De ouders vonden zelf dat ze het zo goed deden, dat de kinderen nog diezelfde week gewoon naar school mochten. Maar zoals echte ouders houden ze natuurlijk wel een oogje in het zeil.